Leuk dat je weer kijkt naar een collectievideo en we gaan het tweede deel van de lipstift doen vandaag. En dan heb ik Kiko, Maybelline, L'Oreal en Milani. We zien wel. We beginnen met deze. Dit is de Kiko Powerful Love Demi Matte Liquid Lip Color in de kleur 06 Heart. Dit is de Kiko Lasting Matte Liquid Matte Veil Liquid Lip Color in de kleur 01. Dit is de Kiko Milano. Moet ik dat iedere keer erbij zeggen? 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 02. Dit is de 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 19. Dit is de Lip Volume Plumping Effect Lip Cream in de kleur 01 Tutu Roze. Dit is de 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 45. Dit is een limited edition. Dit is een ander merk. Dit zit er ineens tussen. Ik weet het ook niet. Dit is de Revlon Ultra Hydra Matte Lip Color Metallic. In de kleur 715 HD Glow. Is waarschijnlijk door de verpakking, zeg maar, dat hij ertussen is geraakt. Bonus van vandaag. Dit is de Kiko Smart Fusion Creamy Lip Crayon. In de kleur 03. Wat zit er aan het einde? Niks. Oké. Dat is deze. Dit is de Kiko Milano lipstick. De Powder Power lipstick in de kleur 01. Dit is de Kiko Unlimited Stilo in de kleur 07. Dit is de Hydra Shiny Lip Stilo in de kleur 15. Dit is de Gossamer Emotion Creamy Lipstick in de kleur 02. Dit is de Unlimited Stilo Rosetto in de kleur 01. Ik weet niet of Rosetto dan de kleur is, zeg maar. Maar het is heel licht. De laatste Kiko is een Jelly Stylo. Ja, is ook Rosetto, dus dat zal niet de naam zijn van degene. Dit is 502. Dat is een tinted lip balm. Het volgende merk, Milani. Dit is de Bold Matte Lipstick in de kleur 05 I Am Pretty. Dit is de Milani Color Statement Lipstick in 27.
Dolce Caramello. Dit is, ja. En weet je wat grappig is? Ik weet niet hoe die lippenstiften heten. Dit is die. In de kleur Pleasure. Dit is 410 Pleasure. Dit is een Viral lipstick waarvan ik niet weet hoe die heet. De matte variant was Pleasure en dan hebben we hier de Stilo Shiny variant in 110 Lustful. Dat is met een zwart bandje en dat heeft een Stilo. Meer een balm. Dit is de Amore Satin Matte Lip Cream in de kleur 02 Luxe. Dit is de nieuwste Milani. Dit is de Stay Put Liquid Lipstick, Longwear Lipstick in de kleur 120. En deze blijft echt, echt zitten bij mij. Dit is de Milani Keep It Full Nourishing Lip Plumper in de kleur 13. Dit is de Keep It Full Max Plumping Lip Lacquer. Dus die zou langer moeten blijven zitten dan een gewone gloss. In de kleur 110 Little Secret. Dit is de Milani Keep It Full Nourishing Lip Plumper in de kleur 15. En als laatste heb ik de Milani Ludicrous Lip Gloss in 110 Luster Light. Dit is de L'Oreal Liquid Lipstick is in I Am Worth It 115. Goed, even verandering van de planning. Deze liet heel erg veel kleur achter en was slecht te verwijderen, waardoor heel mijn mond rood werd. Dus ik heb dat even schoongemaakt en even opnieuw opgedaan. Maar deze hou ik dus de rest van de dag op. Dus we gaan even op een andere manier. Deze heb ik ook in de kleur Eyesaver 109. Dan heb ik een, ja, dit is een andere, het staat er niet op, dat vind ik vervelend. Dit is ook al eyesore. Dit is meer een gloss, deze. Doe het even zo, hè. Gaan we gewoon even op deze manier door de lippenstiften heen. Dit is ook een van L'Oreal in de kleur Be Uncontrollable 317. Dat is deze. Dat is deze. Even kijken hoor. Dan heb ik nog I Maximize. Nou, dat zal dan wel een plumperachtig iets zijn. Dat is deze hier. Die is gewoon clear. En ik heb
I Assert. Dit is deze onderste. Dan heb ik nog de Gold Miracle Crushed Quartz Lip Gloss in 02 Pink Quartz. Dat is deze. Hieronder. Ik heb de Ultra Matte Liquid Lipstick van de Le Macaron collectie. En dit is de kleur 822. Mon Caramel. Dat is deze. Dan heb ik van Le Macaron ook de kleur 836. Infinite Vanille. Dat is deze. Dat waren de liquid lipsticks. Dan gaan we naar de bullet lipsticks. Van de L'Oreal bullet lipstick heb ik een heel laadje vol. We beginnen gewoon bij het begin. Dit is de Color Rich Nude Intense 176 in New Irreverent. Dit is met zo'n tekeningetje van zo'n wulpse mevrouw voorop. Dat is deze kleur. Dan heb ik een Color Rich in 236 Organza. Dat is een gewone. En die breekt af. Nee! Kijk nou, hij breekt gewoon af. Dat is deze. Zo mooi, hij breekt gewoon af. Dan heb ik de Balmain samenwerking in de kleur Confidence. Dat is een hele lichte. Nou, die is zo licht. Die geeft gewoon bijna geen kleur af. Hier zie je hem, hier. Dan heb ik een Color Rich Ultra Matte in No Shame. Dat zijn deze lippenstiften. En dan is dit de kleur. Ja. Dat is deze. Helemaal mijn kleur. Helemaal mijn ding. Die heb ik ook in No Obstacles. Laat me raden. Oh, deze is wat warmer. Dat is deze. En die variant heb ik ook in No Cliché. Dat is deze. Dan heb ik van, even opschrijven, de Rouge Lumière van de Age Perfect Line. 105 Beautiful Rosewood. Dat zijn die witte bullets. Dat is deze.
En van de Age Perfect line heb ik ook 639 Glowing Nude. En dat is deze. Dan heb ik een Color Rich Shine Coconut Plumper. Dat is deze met een zilverbandje. Ja, er zijn verschillende. Is dit makkelijker te zien? Ik denk het wel. Waarom heb ik daar ineens een moedervlek? Dat is deze. Dan heb ik de Color Reshine in 111 Insta Heaven. Dat is met een gouden bandje. Dat is deze. Dan heb ik... Oh, dit is dezelfde. Is het dezelfde? Ja. Is het dan ook dezelfde kleur? Dat vraag ik me dan af. Ja. Ik heb twee dezelfde. God, dat is me nog nooit overkomen. Dus deze kan in de weggeefbak. Dan heb ik de Color Reshine in 642 hashtag MLBB. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat geeft op zich niet. Dat is deze. En dat is ook met een gouden bandje. En dan heb ik een helemaal, die is wel doorzichtig met een zilver bandje, maar die heeft dan niet, zeg maar, dat motiefje erin. En dit is de Glow Paradise in 191 Nude Heaven. Dat is deze. Momentje. Ja, ik moet even mijn hand schoonmaken, maar die Color Reach die laten een beetje... Nee, deze dingen, deze doorzichtige dingen, die laten een beetje een kast achter. Oké, ik heb de Color Reach 235 in nude en dit was een special edition verpakking, denk ik. Oh, dit was een Valentijnsverpakking. Kijk, er zitten ook hartjes in. Zie je, kun je dat zien? Dat is deze. Dan heb ik de Color Reach Matte in 652 Stone. Dat is deze. Dan heb ik de Intense Volume Matte in 500 Le Beige Freedom. Dat zijn die dunne. Dat is de derde, deze. Daar heb ik ook van... 603 Le Wood Nonchalant. Dat is deze. En we hebben daarvan 602 Le Nude Admirable. Dat is deze.
Dat waren volgens mij de L'Oréal lippenstiften. Even opruimen, momentje. Goed, dan heb ik voor vandaag, en dan wordt het wel een onbedoeld wat langere video, omdat ik natuurlijk niet iedere keer stop en een nieuwe lipstift opbreng. Maar met dit rode was gewoon niet een goed idee. Maar goed, L'Oréal, en dat is, daar zijn we zo doorheen. Dat is niet zo heel veel. Ik heb een Purely Nude Matte Lipstift 981 van L'Oréal. Er zat nog iets op mijn hand. Nou, let daar maar even niet op. Dat is deze. Dan heb ik een matte lipstift in 930 Nude Embrace. Dat is dan met een blauw dop. Ik weet niet het verschil, moet ik eerlijk zeggen. Dat is deze. Ze hebben allemaal een beetje zo'n Play-Doh geurtje. Dan heb ik een Smoky Taupe Powder Matte Ultra Matte, nummer 15. Dat is deze. Dus, ja. Die doe ik weg. Die vind ik gewoon niet mooi. Ik vind het gewoon niet een mooie lipstift. Maak even mijn hand schoon. Ik heb één. Hoe heet dat? Lipstick Gloss. Van L'Oréal in de kleur 009 Topaz. Dat is deze. Dan heb ik een Superstay Final Ink in de kleur 95 Captivated. Dat is deze. Zie je het patroon komen? En ik heb de Superstay Final Ink in de kleur 35 Cheeky. Dat is deze. Dan heb ik de Superstay Matte Ink in de kleur 20 Pioneer. Ja, ik ruik overal aan. Dan weet ik zeker dat ze nog goed zijn. Dat is deze rode. Dan heb ik daar ook de kleur van de Matte Ink. 0 of 120 Artist. Die is iets paarser. Dat is deze. Ik heb daar de kleur 05 Loyalist van. Dat is deze, de onderste. Ik heb de Superstay Matte Ink 260 in Hazelnut Hypnotizer. Dat is met een bruinige dop en dat is deze wat donkerder. En ik heb 55 Driver. Dat is deze. En dan heb ik nog één hele eenzame lipstift van Max Factor. Simply Nude 005. Nou, zullen we die er gewoon even bij doen? Anders voelt hij zich zo rot. Dat is deze hier op het einde. Deze. Die zat hierbij. Nou, dat vind ik zielig.
Ik ga gauw mijn hand schoonmaken voordat ik de hele dag met... Ja, dat... Nou ja, goed. Je hebt de neiging om even zo met je kwast over je hand te gaan. Als er nog een beetje foundation op zit. Oh. Dit was de lippenstiften. Dit waren Kiko, Maybelline, L'Oreal en Milani. Volgende week weer een. Ik denk dat we dan Essence, Catrice en alle overige doen. En dan als laatste gaan we afsluiten met de high-end lippenstiften. Oh, we moeten ook nog de potlood doen. Ach, het komt wel. We zijn voorlopig nog even bezig met de collectievideo's die jullie verzocht hebben. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!